Schoon en gezond water is onze basis. Vooral in een land dat voor een vijfde uit water bestaat. Sterker nog, het is van levensbelang. Voor de mens en de natuur. We maken er ons drinkwater van. We gebruiken het voor onze landbouw en is het leefgebied voor veel dieren en planten. Noodzaak dus om onze rivieren, kanalen, meren en kustwateren schoon en gezond te houden. Een belangrijke, maar zeker geen makkelijke taak, ook voor Rijkswaterstaat. We hebben onze rijkswateren veel aangepast, voor onze veiligheid en voor de scheepvaart. Hierdoor zijn leefgebieden van planten en dieren verdwenen. Daarnaast zijn vervuilende stoffen een bedreiging. Denk aan lozingen door bedrijven, de landbouw of rioolwaterzuiveringen. Ontwikkelingen met ernstige gevolgen. Daarom bestaat de kaderrichtlijn Water, een Europese richtlijn uit 2000. Doelen waarmee we niet alleen in Nederland, maar in heel Europa voor schoon en gezond water zorgen. De deadline? 2027. Rijkswaterstaat werkt sinds 2009 met volle kracht om deze doelen te halen. Onder andere door het uitvoeren van een breed maatregelenpakket met zichtbaar resultaat. Want inmiddels staan er al veel mooie projecten die ons water elke dag schoner en gezonder maken. Denk aan de aanleg van nevengeulen waarmee we ruimte voor de rivier creëren. Dit vergroot onze veiligheid en maakt het rivierengebied weer rijker aan planten en dieren. Of de plaatsing van doodhout in rivieren. Een maatregel die het leefgebied van verschillende insecten en vissen herstelt en de waterkwaliteit verbetert. Of het herstel van zeegras. Een bijzondere plant die met haar immense netwerk aan wortelen onze zeebodem versterkt en CO2 vasthoudt. En een cruciale schakel is in ons gezond marien ecosysteem. Ook openen we de Haringvlietsluizen. Hierdoor kunnen trekvissen weer oversteken, keren planten en dieren langzaam terug en ontstaat er een natuurlijkere overgang tussen zoet en zout water. Zo zetten we elke dag een stapje dichterbij schoon en gezond water. Voor de mens en natuur. Dit doen we niet alleen. Samenwerking staat hier aan de basis. Al jaren slaan we de handen ineen met provincies, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren en terreinbeheerders. Maar de tijd dringt en we zijn er nog niet. Om de doelen voor eind 2027 te halen is iedereen nodig. Er staan uitdagingen op ons te wachten die om veel samenwerking en innovatie gaan vragen. Schoon en gezond water is van levensbelang. Het is onze basis. Ons werk laat zien dat we de kennis hiervoor in huis hebben. Samen zet Rijkswaterstaat zich met hart en ziel in voor de kaderrichtlijn Water. Alleen zo halen we de doelen in 2027.